Een hele goede morgen en leuk dat jullie kijken. Ik ben Jamal Hoessein, presentator en programmamaker. En samen met jullie en deze show mag ik de Dutch Media Week gaan openen. En dit jaar doen we dit weer gelukkig allemaal samen. En met een gloednieuw thema ook, on-off. Want ons dagelijks leven is steeds meer gedigitaliseerd. Steeds meer prikkels komen erbij op ons werk, op social media enzovoort. En we staan eigenlijk altijd in verbinding en aan. Maar tot hoever kunnen we gaan? Kunnen we onszelf ook eens uitzetten? Ja, daar gaan we deze week meer over hebben. Deze week is verdeeld in 7 dagen met verschillende evenementen, workshops en content. In de eerste dagen kunnen vooral professionals en mensen uit het onderwijs hieraan deelnemen. Maar in het weekend kan iedereen hier terecht. De week begint vandaag met de Innovation Day. Verder hebben we de Business Day, Talent Day, een Game Day, een Journalism Day en in het weekend zijn de Experience Days. Het programma is ook online te zien, dus check dat ook vooral op dutchmediaweek.nl. Ja, wat vinden jullie van dit thema? Karin? Ja, het is heel actueel, want iedereen denkt na van jeetje, hoeveel moet ik aanstaan? En zeker na corona, waar we iets meer off mochten zijn en een beetje hybride mochten zijn. Ja. Staan we nu weer helemaal aan en denken we, ja, is dat dan de bedoeling? We moeten weer. Dus ja, het is een goede discussie om het daarover te hebben. Ja. Hele goede discussie. Ze zeggen bij mij thuis, jij staat altijd aan. Maar ja, sta je altijd aan? Ja, maar dat is altijd hoe je het bekijkt. Ik probeer echt wel te zoeken naar wat ik dan noem een digitaal stil moment. En degene die mensen die mij de moeite hebben om mij te volgen zullen zien dat ik zelf niks doe eigenlijk. Ja. En dat is best wel bijzonder, want je zou denken, ja, man, doe wat. Maar daar zit ook wel een gedachte achter. Maar misschien komen we daar zo nog wel op. Ja. Dus ik probeer, ik vind het een geweldig thema. I love it. Ja? Terwijl dat is Engels voor ik hou ervan. Ja. Ja. Victor? Ja, supermooi thema. Hartstikke belangrijk, hartstikke relevant. En natuurlijk ook super moeilijk om af en toe in balans te houden. Ook het gevoel dat je altijd aanstaat? Of? Ik probeer mijn best te doen, maar het lukt niet altijd. Kijk, nou, zometeen ga ik in gesprek met Victor Wijnen. Die gaat ons de mediareden presenteren. Ik spreek met Karin Walters over het belang van dit festival in het Mediapark. En ik spreek met Eppo van Nispe tot Zevenaar over het programma en het thema van dit jaar. Maar voordat we dat doen, wil ik jullie eerst nog wijzen op een ander mooi initiatief. En dat is Douwtrappen met Bruno. Heeft iemand enig idee wat dat is? Ja. Ja, ik weet wat het is. En ik heb mij ook voorgenomen dat natuurlijk te gaan doen. Dus ik kan het helemaal uitleggen. Maar volgens mij is het ook heel leuk om te vragen, weten jullie wat het is? Ja, toch? Ja. Nee, raad eens. Nee. Douwtrappen. Vroege wandeling, maar. Ja. Douwtrappen is een vroege wandeling met andere mensen. En Bruno is een kunstenaar die met eigenzinnige projecten graag verschillende werelden, ideeën en mensen bij elkaar brengt. Dus met deze combinatie kun je nu elke ochtend maar liefst 5 kilometer wandelen met anderen. En je krijgt ook nog iets lekkers en koffie. Dus als je door deze inflatie geen ontbijt meer kan betalen, dan is dat ook nog een aanrader. Gaat iemand dit doen? Ja, jij gaat het nog doen. Ja, echt? 5 kilometer in de ochtend. 5 kilometer, man, kom op. Hè. Dat een uurtje kachelen. Dat is toch mooi, toch? Ja. Ja. Nou, dan gaan we nu door naar mijn eerste tafelgast, Eppo van Nispe tot Zevenaar. Ja. Je kunt hem kennen van de televisie, als een van de makers van de modernste bibliotheken ter wereld. Ja. Ja. En momenteel directeur van Beeld en Geluid. Ja. Het is eindelijk Dutch Media Week. Hoe voel je je? Nou, ontzettend blij natuurlijk. Ik heb een feestdrink aangetrokken. Ja. Een mooie dag. We gaan hem openen. Goede mensen aan de tafel. Dan komt de media arena. Ik ben ontzettend blij, omdat ik weet hoe hard er aan gewerkt is om er te komen. Want ja, het is 1 week, maar dan wordt een heel jaar. Ben je nog zenuwachtig? Dat is verkeerd. Ja, gezonde spanning, zoals dat heet. En natuurlijk, want je hoopt dat de dingen waarvan je dacht dat die door het team, en daar moet ik echt het team voor bedanken. Er is ontzettend gewerkt om dingen te laten zijn. Dus we hopen met z'n allen dat het dat wordt. En dan nog een beetje mooier. Ja. En waarom wordt zo'n week eigenlijk georganiseerd? Omdat ik denk dat het heel belangrijk is, de plek waar we zijn, hè, dat is Hilversum. Dat is de stad waar het ooit allemaal begonnen is, in iets meer dan 100 jaar geleden.
Zo lang al? Ja, ja, in 1918 zo'n beetje. Had je toen al televisie? Ja. Oh. Zeker, ja. Ja, nou, je leert, hè? Ja, ja. Ja, daar is deze week ook voor. Je leert. Ja. Een van de mooie dingen is natuurlijk dat het begon hier eigenlijk in deze omgeving met radio. Althans, ja, dat, er was niet iets anders dan dat. De seintoestellenfabriek. En ja, dat is uitgebouwd tot wat het nu is. En als je bedenkt dat dat mediapark waar wij zitten hier met z'n allen een van de, zo niet de belangrijkste informatiebron is voor alle Nederlanders rondom in Nederland en een beetje daaromheen, hè, zeg maar, zover als de zender en dat is tegenwoordig online reikt. Ja, dan is het wel heel bijzonder wat er allemaal gebeurt. En dan is het heel fijn om die gedurende, ja, die plek en alles wat we doen, en het is natuurlijk niet alleen hier, het gebeurt overal, maar het fenomeen media. Ja. Vanuit de expertise die we hier in deze stad hebben, uit te zetten naar Nederland. En ik denk daarom. Lukt, net zoals de Dutch. Goed, ja. Ja, nou, je hebt de Dutch Design Week in Eindhoven. Daar zijn ze allemaal super trots op. En dat is een heel ding. En wij hebben de Dutch Media Week hier in Hilversum. Met jullie trots. En daar zijn we heel trots op. Ja, ja, ja. Aanzienlijk. Ja. Ja. En het thema on-off, heb jij dit verzonnen? Waarom? Nou, ik zou het echt absoluut kunnen hebben. Maar natuurlijk, nee, dat doen we echt met z'n allen. En, maar ja, ik vind het een geweldig thema. Gewoon omdat het echt iets is. De vragen, de digitale balans. Wanneer ben je eruit en wanneer niet? En we hebben wel eerder thema's gehad, ja. Be humane en anytime, anywhere, any place zelfs, zeg maar. Je bent altijd aan, eigenlijk. Ja. He, je hebt professor Mark Deuze van VU en die zegt van de UvA en die zegt: we leven als vissen in water als het om media gaat. 24 per dag, 7 dagen in de week. Mm-hmm. En dat is iets wat waar je. Waarom vissen? Die slapen niet. Nou, nee, klopt. Ja, het zit er middenin. Ja, je had vroeger in de wereld dat je dat niet had, moest je de radio daadwerkelijk aanzetten. Ja. Of de knop op de televisie. Of je moest een papiertje pakken. Ja. En dat kon je naast je neerleggen. Nu heb je dat ding, hè, wordt hier ook gezegd, heeft iedereen zijn telefoon op stilstaan. Niet uit of. Nee. Maar het feit dat je dat altijd bij je hebt, overal bereikbaar. En het ergste, vind ik echt het ergste, niet dat ik dat heel veel doe. Ja, nu komt het. Ja, nou. Ja. Ooit eruit. Nou, er zijn weinig plekken waar je nog eigenlijk kan vluchten, waar digitale stilte heerst. Mm-hmm. En een van die dingen was bijvoorbeeld een vliegtuig tot enige tijd geleden. Ja. Want dan kon je, als je wat langer moest vliegen, er was geen verbinding. Dan was je niet bereikt. Ja. Ja. En dat was best wel fijn eigenlijk, toch? Ja. Ja. En nu heb je gewoon dat je daar ook al. Ik moet zeggen, ik vind het wel eens fijn om uit te zijn. On-off. Ja. Daarom vind ik het een prachtig thema en is het goed om met elkaar erover te hebben. En waar kijk je nu deze week het meest naar uit? Heb je zoiets van, dit is echt. In het kader van on-off en heel erg on, maar wel heel leuk, echt geweldig, is de recordpoging 200 uur podcast. Ja. Ik bedoel, dat is niet echt heel erg off, maar het mooie daarvan is dat je wel weer, als je daarnaar luistert, want het is zo divers, de aantal podcasts die gemaakt worden. Eén persoon? Nee. Het is leuk. Wisselen ze elkaar af? Of? Ja, het is letterlijk in het kader van de Dutch Media Week, achter elkaar 24 per dag tot aan het einde van deze week zijn er podcasts. En zoals ik zeg, van allerlei verschillende pluimage. En dat is heel leuk om naar te luisteren. Daar verheug ik me op. En natuurlijk een heleboel andere dingen. Ik heb hier een boekje. Ik bladeren door. Ja, zo lang hebben we niet. Nee, dat kunnen. Maar je kan het ook online checken natuurlijk, wat er allemaal te doen is. Zeker. En we hebben de Dutch Game Awards. Er zijn, die worden overigens tegelijk hebben televisie uitgereikt. Maar die gaming, dat is een belangrijk ding in Nederland. Ja, dat is ook groot. En wij denken dat iedereen televisie kijkt. Dat gebeurt ook wel. Maar gaming, man, daar zijn nog veel meer mensen mee bezig soms dan alleen maar televisie. En met al die evenementen, hoe kunnen onze kijkers daaraan deelnemen? We hebben een fantastische livestream. En overigens de kijkers die er zijn, ik zou oproepen, je kan hier ook gewoon fysiek naartoe als je dat wil. Maar je kan het overal volgen. Kijk het programma. Alle online middelen zijn ervoor. En wat leuk is natuurlijk, zijn de Experience Days aan het einde, het laatste weekend van deze week, waarbij zeg maar de voormalige open studio dagen, waarbij er voor alles en iedereen van 0 tot 180 hier iets te doen valt.
Jezus te zien is. Kijk, nou, hartstikke bedankt. En hopelijk ga je een fantastische week tegemoet. Ja, allemaal. Dan gaan we door naar mijn volgende tafelgast. Onder andere wethouder media bij de gemeente Hilversum. Karin Walters, welkom. Fijn dat je er bent. Ja. Allereerst, wat is je functie in het kort? Want ik dacht, ja, waar ben je nou allemaal verantwoordelijk voor? Ik ben een van de 5 wethouders van Hilversum. Dus ja? Namen naast de burgemeester. En ik ben wethouder van financiën, ruimtelijke ordening, wonen, ICT, inclusie en media. Oh, dat is een hele, pakket. Heel pakket. En maar als we zo'n Dutch Media Week willen organiseren en we hebben er geld voor nodig of iets, dan kunnen we bij jou aan. Daar zit natuurlijk ook een deel subsidie van de, ja? van de gemeente in. Maar het is echt een samenwerkingsproject van het bedrijfsleven hier en beeld en geluid en allerlei partners. Ja. Dus, dat doen we samen. Ja. En de gemeente Hilversum is de eerste geweest die een wethouder media had. Ben jij de eerste geweest? Of nee hoor, voor mij zijn er al vele illustere. Bestaat die ook al 100 jaar? Nee, geen 100 jaar. Nee, nee, nee. Maar het is wel belangrijk dat hij er kwam. Want ja. We hadden natuurlijk economie. Ja. Maar daar valt alle bedrijfsleven in Hilversum onder. En ja, media is wel echt ons speerpunt natuurlijk. Hilversum Mediastad. Ja. Er zijn ongeveer 6000 mensen die in de media werken. En die zitten heel veel op het mediapark, maar eigenlijk ook door de hele stad heen. Ja. Dus veel hebben thuis. Ja, je hebt natuurlijk ook steeds minder nodig om mediajournalist of programmamaker te zijn. Dat kan je ook op je eigen zolder of werkkamer. Ja, met je telefoon. Met je telefoon. Dus je ziet ook, en dat is dan weer wethouder ruimtelijke ordening, ja. dat we ook in bestemmingsplannen willen dat het wonen en werken door elkaar heen ja. mogelijk wordt in de hele stad. En jullie hebben laatst ook zelfs nog iets op jullie gebouw geprojecteerd, ook volgens mij. Ja, toch? Dat was daar. Open 035 was eigenlijk een hele nieuwe happening om de start van het culturele seizoen te vieren. Ja. En ja, er was een gigantische lichtshow op het raadhuis. En ja, weer een hele nieuwe toekomst. Toepassing. Kijk, dus dat. En dat raadhuis blijft prachtig, dus dat was ook. Ja, zit hier om de hoek, toch? Ja, zeker. En waarom is zo'n week nou belangrijk voor Hilversum? Nou, je ziet het aan de verschillende dagen die er zijn. Want vandaag is dan ook voor innovatie voor professionals. Ja. Je merkt, net als wij allemaal, zitten allemaal in onze eigen werkomgeving. Ja. Maar je wil die verbinding leggen tussen al die professionals en. En wat doe jij en hoe koppelen we dat aan elkaar? En een andere belangrijke dag is de Talent Day. Ja. Dus dat ze ook veel meer jonge mensen in Hilversum en omgeving. En wat gebeurt daar, die Talent Day? Daar kunnen alle talenten naartoe? Daar zijn ook workshops, maar er kan ook van 11 uur tot 3:30 kan je meedoen aan een rondleiding door de grote mediabedrijven. Dus NIP, IMG. Mooi om dat allemaal te zien. En ik hoop dat veel jonge mensen ook komen en zich laten inspireren van, hey, wacht. En richt je daar ook op jonge mensen? Probeer je het daar ook allemaal aantrekkelijk voor te maken hier? Ja, zeker. Sinds een tijdje zit het MBO-college hier ook op het Mediapark. En dat is een hele goede toevoeging. Ja. Dan lopen er ook meer studenten. Zit hier nu een hele school op het Mediapark? Ja, een afdeling van de school. Hè? Want de hele school zit dan weer op het Arenapark. Ja, oké. Maar ja, echt een stuk zit hier op het park. Ja, In deze omgeving leren. Ja. En we willen ook een hogeschool hierbij hebben, zodat we ook de doorgaande lijnen hebben. Ja. En die Talent Day, dat wordt natuurlijk gesprongen om goede media professionals. Dus kom hierheen, zou ik zeggen. En dan wou ik dus net gaan vragen. Als er nou mensen kijken die nog twijfelen of nog nooit hebben deelgenomen aan Dutch Media Week. Hoe zou je ze dan overhalen? Als je geïnteresseerd bent om hier te werken of gewoon eens wil zien hoe is werken op het Mediapark. Kom woensdagmiddag. Je kan je gewoon aanmelden, is gratis en dan doe je mee met de rondleiding. Als je denkt dat is me nog wat te specifiek, dan kom je gewoon op de Experience Days. Ja. Zaterdag of zondag. Zijn er ook nog iets van borrels of iets te doen ook nog? Wat zeg je? Zijn er ook nog iets van borrels? Ja, borrels zijn er ook. Ja, daar krijgen ze toch altijd weer mee, toch? Ja, je hebt gelijk. In die hoek moet ik het ook zoeken natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar die zijn er ook. Bitterballen, ja, oké. Okay. Bitterballen, ja. Top, nou, hartstikke bedankt. Ja. Dan gaan we nu verder naar mijn volgende gast. Dat is Victor Wijnen. En hij gaat ons zo de mediareden presenteren. En hij is afgestudeerd, en komt-ie hoor, daar heb ik, toen ik het las dacht ik,
Dit heb ik nog nooit gehoord, zo'n lange naam. Technisch bedrijfskundig sociaal psycholoog. Hij heeft menig impact gehad op onze Nederlandse gamewereld. Bijvoorbeeld als medeoprichter van de Dutch Game Garden en de branchevereniging voor de Nederlandse game-industrie. Momenteel is hij directeur Games en Interactie bij Hogeschool van de Kunsten. Welkom, Victor Wijnen. Nou, dat was een hele mond vol. Jij gaat zo meteen de mediarede presenteren. Wat gaat er allemaal gebeuren? Ik ga zo dadelijk aan de hand van het drieluik, eigenlijk de onderwerpen die er net ook al genoemd zijn, vertalen naar een mediarede en met jullie delen. Waarna we na mijn praatje ook telkens even een kort tafelgesprek hebben om een indruk te krijgen van wat het met jullie doet aan deze tafel en wat het voor vragen opwekt. Oké, we hebben natuurlijk... Vaak hoor je echt hele moeilijke woorden bij dit soort video's. Kun je ons daar ook een beetje zo meteen in uitleggen en in meenemen? In soms een beetje kindertaal? Ja. Oké, top. Nou, laten we dan maar naar de eerste video gaan kijken. Good morning, everyone. The Dutch Media Week is an annual event that showcases the latest and greatest in Dutch media. This year's event will feature a variety of panels and workshops on a variety of topics, including the future of media, the changing landscape of the media industry, and the latest trends in digital media. Dat gezegd hebbende. Vandaag is de eerste dag van de Dutch Media Week. Deze staat geheel in het teken van innovatie. Daarom hebben we een gecalculeerd risico genomen door de briljante edoch bescheiden Victor Wijnen uit te nodigen. Hij is in het dagelijks leven directeur bij HKU Games en Interactie. En zal ons meer vertellen over zijn AI-overpeinzingen. Ten slotte. Iemand zei ooit tegen mij dat als je een kwartje in een appel gooit, deze de hele dag door kan praten. Godzijdank doe ik dit pro bono. Dus. Apple out. Briljant. Met respect hoor, Apple. Ja, met respect. Zoals jullie net hoorden, is het thema van de Dutch Media Week dit jaar on-off. Daarnaast is deze maandag ook nog eens de innovatiedag van de DMW en heeft de wethouder net gesproken over het economisch belang van de mediasector. Deze drie onderwerpen heb ik verwerkt in mijn mediareden en vertaald naar een drieluik aan de hand van drie fragmenten. Het eerste fragment hebben jullie net gezien. Dit is een fascinerende pastiche geworden van AI-gegenereerde content. Mijns inziens is AI op dit moment het summum van mediale innovatie. Niet omdat dit hyperrealistische deepfakes zijn, waardoor Apple vandaag de main character wordt op Twitter. Integendeel. Het is flagrant duidelijk dat het hier om een nepo gaat. En dat is oké. Fake news is zo 2016. Nee, wat het voor mij persoonlijk echt innovatief maakt, is het gemak waarmee je tegenwoordig dergelijke content in zeer korte tijd met relatief weinig kennis en middelen in elkaar kan frankensteinen. De afgelopen periode zijn namelijk diverse AI-tools in public beta gegaan. Waardoor een semi-technoob als ik plots content kan genereren die voorheen technologisch onmogelijk was. Of dusdanig bewerkelijk dat deze exclusief voorbehouden was aan grote partijen. Dit commercially off-the-shelf beschikbaar zijn van tools, ik zal hem zo meteen duiden, is wat mij betreft een cruciale aanjager voor vergaande innovatie op dit vlak. AI kan de reputatie hebben dat het ingewikkeld is. Wat het natuurlijk ook is. En dat het werken ermee alleen weggelegd is voor halve programmeurs. Dat is gelukkig steeds minder waar. Daarom ter demystificatie een klein kijkje onder de motorkap. Voor dit specifieke fragment heb ik een eenvoudige, doch voedzame pijplijn ontworpen, waarbij de volgende vier stappen doorlopen zijn. Aan het GPT-3-model, ik verzin die namen niet, van OpenAI heb ik een tekstopdracht gegeven. Write opening speech for Dutch Media Week. Dit leverde automagisch de tekst op die Apple uitsprak in de eerste helft van het fragment. Met Resemble.ai heb ik een digitale kopie van mijn stem gemaakt. Hiermee heb ik de AI-tekst van stap 1 omgezet naar audiofile. Fun fact, Resemble heeft ook de AI-stem van de in 1987 overleden Andy Warhol gegenereerd, die vervolgens gebruikt is voor de documentaire The Andy Warhol Diaries. Stap 3. Op basis van online beschikbaar beeldmateriaal van Apple, een foto en een kort videofragment, heeft de AI van DeepWord twee Apple Talking Head video's gegenereerd. Deze twee Talking Heads heb ik vervolgens gevoed met de audiofile en een zelfgetikte tekst.
Dit is omgezet naar het getoonde fragment, waarbij met een druk op de knop de taal gewijzigd zou kunnen worden van Vlaams naar Japans, Frans of wat je maar wil. Schitterend, toch? En nogmaals, dit is zonder meer gevreubel in de marge. Ik ben geen maker, ik heb gewerkt met laag resolutiemateriaal en elke week komen er nieuwere tools beschikbaar die dit makkelijker, beter en meer realistisch doen. De echte takeaway zit erin dat elke Nederlander met een oude computer, wat kleingeld en een internetverbinding dit soort content tegenwoordig laagdrempelig in 5 minuten zelf kan genereren. Ja, kijk. Ja, ja. In 5 minuten? Ja. Nou, hoe was dat? Ja. Ja, te gek overigens. Eindelijk, ik heb een jaar in Vlaanderen gewerkt. Nu zag ik mezelf nu echt als Vlaming. Waarvoor dank. Je deed goed, hè? Je deed goed. Dat is heel goed. Nee, ja, en het ontzettend. Kijk, dat is precies wat Victor zegt in dat stukje. En hij laat het ook zien, is hoe makkelijk het eigenlijk is, relatief, ja, hè, om dat te doen. Mijn jongste zoon die heeft voor zijn profielwerkstuk ook gezocht hoe ik wil een deepfake, want dat is het dan een beetje. Ja, is dat hetzelfde trouwens? Ja, het is een deepfake, maar ja, het is principe wat echt. Ja. Het principe is hetzelfde. En dat is dan zo'n video waarbij je dus... waarbij jij niet degene bent die er is. Hè? Mij is niks gevraagd. Ik heb daar helemaal niets voor gedaan. En toch, je ziet mij pratend in beeld. Sterker nog, een tekst die niemand heeft uitgeschreven, behalve kunstmatige intelligentie. Nou, hoe makkelijk, hè? Dat moest ook in zijn geval makkelijk. En hij komt tot dezelfde conclusie. In die zin maak jij hem nog veel mooier natuurlijk. Dat kan ook niet anders. Je bent ervoor doorgeleerd. Dat ook echt zo is. En dat elke dag weer anders is. En dat daar, ik denk, onze creativiteit... Er zijn discussie over dat die computers nooit zo creatief kunnen zijn als wij. Ik durf die weddenschap wel aan te gaan dat dat wel zo is. Maar tweede is natuurlijk dat een andere kant daarvan is. Dingen als nepnieuws. Ja. Als je dit al makkelijk kan, is het ook makkelijk om op WhatsApp een berichtje namens mij naar jou te sturen als we elkaar kennen, om weer geld over te maken. Nou ja, makkelijk trouwens, is dat wel zo makkelijk? Want ik hoor jullie dat zeggen, maar dan denk ik, ja, ik heb nog wel zo'n greenscreen gebruikt of iets, maar is dat zo makkelijk? Het is behoorlijk makkelijk, ja. Ja. Je dat gewoon met een app of een programma? Of... Ik heb dit in de browser het meeste gedaan. Ik vermoed dat als je een beetje creatief met je telefoon bent, dat je daar ook heel ver mee kan komen. Maar het is heel laagdrempelig. En er zitten geen hoge kosten meer aan verbonden. Dat is ook fascinerend. Maar is dat dan ook niet inderdaad gevaarlijk? Dat je... Nou, weet je, dat je straks weet ik veel wat voor filmpjes op het internet krijgt en dat mensen echt geloven dat jij zoiets hebt gedaan. Ja, het is tweeledig. Enerzijds, elke techniek is inherent niet gevaarlijk of ongevaarlijk, zullen we maar zeggen. Ja. Daar kun je discussie over voeren. Het is natuurlijk wat de mensen ermee doen. Ja. Je hoort ook mensen... Je mangelijk identiteitsfraude of iets mee plegen, toch? Is dat een soort vorm daarvan? Je hoort ook optimisten die zeggen van, dit is hartstikke goed dat dit ontstaat. Want nu weten we allemaal dat alles nep kan zijn. En dat is dan weer een bepaalde gewaarwording die je in je leven mee kan nemen. Ja. Okay. Vroeger konden we ook nog niet zelf filmpjes maken. Maar tegenwoordig kunnen heel veel mensen dat gewoon wel. Filmpjes maken, editen, even inkorten, even ondertitelen. Ja. Nou, 5 jaar terug deden we dat allemaal niet, hoor. Dus dit is eigenlijk dan weer een volgende stap, wat we weer normaal gaan vinden. Ja, tegenwoordig met apps zoals TikTok, Instagram. Je leert eigenlijk al gewoon op dagelijks niveau gewoon editen op een klein, iets kleinschaliger. Maar het wordt wel, je wordt wel handiger in. Ja. Dan hebben we nog een volgende filmpje. Laten we die even gaan bekijken. Het tweede fragment gaat wat mij betreft nog een slag dieper. Wat jullie hier achtereenvolgens zagen zijn afbeeldingen, videomateriaal en 3D-assets die allemaal vanuit het niets
door AI gecreëerd zijn aan de hand van natuurlijke tekst. Dat is toch magisch? De snelheid waarmee nieuwe tools aangekondigd worden is opmerkelijk. Bij het schrijven van deze mediareden heb ik meermaals tekst herschreven. De text-to-video-tool van Meta AI en de text-to-3D-tool van NVIDIA zijn vorige week pas bekendgemaakt. Na aanlevering van mijn fragment was Meta alweer ingehaald door Pinaki. Dit onderzoekcollectief heeft paper en beeldmateriaal ingediend voor de ICLR23-conferentie. Hierin toont ze een AI te hebben die aan de hand van 22 zinnen natuurlijke tekst een film van 2 minuten heeft gegenereerd. Wonderbaar. De tools van Meta en NVIDIA zijn nog niet open voor het publiek. De verwachting is dat ze binnenkort beschikbaar worden. Text-to-image tools zijn daarentegen al ruim 2 maanden in open beta. De 3 grote spelers op dit moment zijn Midjourney, DALL-E 2 en Stable Diffusion. Omdat deze tools reeds openbaar zijn, ga ik hier wat dieper op in. De eerste afbeelding van het fragment dat jullie net zagen is een werk van de Amerikaan Jason Allen. Dit werk, Théâtre de l'Opéra Spatial, heeft hij gegenereerd met behulp van Midjourney. En als zodanig ook open en bloot ingediend bij de Colorado State Fair in de categorie digitale kunst, digitaal gemanipuleerde fotografie. Jason won. Waarna natuurlijk een online shitstorm aan meningen ontstond. Maar nog even los van alle ethische, esthetische en IP-kwesties toont dit voorbeeld wat mij betreft aan dat er een significante sociale kanteling voor de deur staat. Het scheppen van beeldmateriaal was voorheen voorbehouden aan content creators zoals illustratoren, fotografen, filmmakers en andere grafici. Nu kan iedereen prijswaardig beeldmateriaal scheppen. Ravensburger op steroïden. Het resultaat mag binnen de kaders van licenties en naijlende wetgeving ook nog eens commercieel gebruikt worden. Wat betekent dit voor deze beroepen? Worden die nu overbodig? Of brengen deze tools belangrijke inspiratie als brandstof voor betere, kwalitatieve, creatieve maakprocessen? Of juist meer productiviteit, waardoor er minder mensen benodigd zijn? Of verandert het beroep substantieel en worden ze prompt-engineers? Dit zijn vragen die we ons bij HKU ook stellen. Wij leiden talent op voor sectoren waar AI gemeengoed wordt. Daar heb ik soms gevoelens bij. Zeker als je bedenkt dat deze AI getraind wordt met miljarden digitale afbeeldingen die door miljoenen mensen zijn gemaakt. Daarmee staat ze op de schouders van hen die ze nu deels obsolet dreigt te maken. Dat zou je Frank kunnen noemen. Of evolutie. Of misschien de overtreffende trap van good artist borrow, great artist steal, zoals Pablo Picasso ooit stelde. Pandora's box is geopend, AI is ontsnapt. Mijn hoop is dat het nu de kunstenaars zijn die deze techniek volhartig omarmen. Haar temmen om niet getemd te worden. Mensgerichte AI baren. Ik doe mee. Ja, je doet mee. Maar als ik dit zo hoor, AI is trouwens artificial intelligence. Ja. En die tools waar je het over hebt, dat is eigenlijk een programma waar je van alles in stopt. En jij kan dus iets intypen en dan maakt hij iets. Ja. Maar dus bijvoorbeeld net dat schilderij wat je op het begin zag. Dat is gewoon ingetypt. Ja, en dan zegt iemand schilderij van een zon of een natuur of iets. Ja. En dan komt dat er zo uit. Ja. Dus je kan gewoon met natuurlijke taal opdracht geven aan die software die in de backend met hardware en servers en dergelijke werkt. En dan krijg je een plaatje in ruil voor je typkunsten. Ja. Dus je kan eigenlijk, ja, je kan alles. Je kan je schilderij omschrijven. Dat vind ik wel een stuk makkelijker dan schilderen. Ja? Zou je dat zelf ook willen doen? Ja hoor, ja. Denk je niet dat het dan... Ik bedoel, is het dan ook niet meer zonde dat uiteindelijk straks kunst misschien helemaal niet meer van mensen is? Of, ik bedoel, er gaat toch gevoel in, passie, talent in? Dan ja. Ik denk dat dat gevoel en dat talent en die passie nog steeds nodig zullen zijn. Ja. Ook met dit soort AI-tools. En je zal dingen kwijtraken en je zal dingen vinden. Het is natuurlijk ook de discussie geweest ooit met het fototoestel. Je weet niet, je wil nu weten wat de kunstenaars daarvan vonden, eeuwen geleden. Echt? Was dat ook? Ja, dat vonden ze ook maar duivels gebroed. En dat was allemaal ellende en ontzetting. Iedere games. Technologische verandering roept op dat de wereld kapot gaat en allerlei, wat een mooi duur woord, dystopieën die ontstaan.
Maar tot nog toe heeft het ons altijd dingen gebracht. Heel veel gebracht. Is de wereld nog niet kapot? Nee, zeker niet. We zijn goed bezig, maar... Ja. En ik vind het wel mooi dat Victor de oproep doet om er iets meer mee te doen. Kijk, ik zit bij een werkgroep van de... tenminste, voorzitter van de werkgroep Cultuur Media... Ja. Voor de Nederlandse AI-coalitie. En dan is de grap, dat gaat altijd over slimme windmolens... over allerlei gebieden en eigenlijk nooit over die cultuur en media. Terwijl dat juist waanzinnig belangrijk is. En als je daar op een positieve manier naar gaat kijken... wat er mogelijk is, los van natuurlijk... Je kunt belazerd worden met foute filmpjes. Ja. Maar het is echt ongelooflijk. Ik bedoel, wat hij liet zien net, ja, ik vind het echt... Mijn kin ligt eigenlijk hier op de grond, bij wijze van spreken. Omdat denk ik, ja, ik zie het ook, hè. Ik ken die voortgang. En ja, ze hebben die stappen net weer gemaakt. Ja. Het is echt onvoorstelbaar. Het is echt onvoorstelbaar. Ja. Ik herhaal, het ook, is echt onvoorstelbaar. Ja. Maar het is toch te zien. Ja. Dus het is voorstelbaar. Dat is de grap eigenlijk. Ja. Je ziet ook dat beroepen veranderen en opleidingen veranderen. Dus we hebben recent hier de Metaverse werkplaats geopend. Ja. En daar zitten 6 grafische vakscholen uit het land aan verbonden. Ja. Dus wat je vroeger als grafisch ontwerper leerde... Ja, dat kom je maar zo ver mee. Je wil ook deze nieuwe technieken leren. Maar blijft dat trouwens ook niet altijd veranderen? Want ik bedoel, nu zijn die opleidingen er, maar dat blijft natuurlijk doorontwikkelen. Op een gegeven moment heb je straks een opleiding die helemaal niet meer nuttig is dan, toch? Of... Nou, voor een deel zal het niet meer nuttig zijn, maar voor een deel de basistechnieken leren. En wat is grafiek en hoe is iets mooi en... Hoe belicht je iets uit? Dat soort dingen moet je altijd toch weer blijven leren. Alleen dan met andere tools. Ja. En ik kan me ook wel voorstellen dat mensen thuis ook misschien denken van... waar stopt het? Tot hoever kan het gaan? Want ik bedoel... Niet, hè? Bedoel, nee. Gaan we door totdat we uiteindelijk helemaal zelf niks meer... Nou, we blijven dingen meer doen, alleen met nieuwe tools. Ja. Je past aan. Vroeger kon je niet schilderen omdat je geen verf er niet was. Geen kwast die bestond. En gingen meer. Ik weet hoe mensen die grottekening precies maken. Ja. Inmiddels heb je natuurlijk zoveel tools. Ik ben nog opgevoed als een oude programmamaker. Inderdaad, ik maakte indruk op met een filmpje maken op verjaardagen van mensen. Ja. Maar ik zat wel achter een batterij van spullen. Dat kostte toenertijd, wat zal het zijn, €450 per uur. En nu, het is precies... En het is eigenlijk heel fijn, want die creativiteit wordt alleen maar groter. Ik moet zeggen, ik zie dat niet zo als een heel groot bezwaar. En het mooie is, want dat is wel wat de wethouder natuurlijk zegt... en is dat wij hier in Nederland eigenlijk heel aan die voorfront zouden kunnen zijn... En dat Hilversum daar een hele mooie plek in kan innemen. Door dat stuk, waar die media voor staan en daarin bouwen... die creativiteit enorm te entameren en te ondersteunen. Ja. Duurt het nog lang voordat er straks een presentator bijvoorbeeld... net zoals dat filmpje van jou net... We zijn al lang. Artiesten, vleesacteurs worden al vervangen door digitale CGI en dergelijke. Dus die zijn er al lang en dat zal toenemen. En dus bij eigenlijk overboden In China hebben ze het heel mooi. Ze dachten, we willen 24 uur per dag nieuws. Maar de enige lastige factor om het eigenlijk te maken is... want is die presentator of triester? Want die moet dus slapen en die moet eten. En dus ze hebben voor een deel van de nieuws heb je gewoon AI. Dus dezelfde presentator. Ze wisselen die af. We werken al zo hard, dus dat is niet genoeg. Ja. Anders gaan werken, waardoor je juist misschien ook net even wat minder hard hoeft te werken. Ja. Ik heb wel de hoop. Ik vind het heel interessant, maar tegelijkertijd vind ik het ook nog wel eng, hoor. Ja, je moet ook uniek blijven, hè? Je moet ook iets speciaals hebben. En dat weer op een andere manier toepassen en anders laten zien. Dus je blijft uitgedaagd worden op die manier. Dat is alleen maar goed. Ja, dat is wel zo. Ja. Dan hebben we nog een laatste filmpje. Laten we daar ook nog even naar kijken. Oké, het laatste fragment. Ook hier was overigens, net als bij het vorige fragment... de muziek ook weer via AI gecreëerd en gebruikt. We hebben het gehad over innovatieve nieuwe toepassingen. We hebben het gehad over de impact op beroepsgroepen. Waar we het nog niet over hebben gehad... is de invloed van AI op de digitalisering van onze samenleving. En de mate waarin dit ons on- of leven beïnvloedt. Overigens zie ik het zelf niet als on/of, maar on-lemmiskaat-of...
waarbij er geen binair onderscheid meer bestaat tussen on- en offline leven. De twee raken domweg sterker verweven, waarbij de onderlinge balans wel verschuift. Naar mijn idee is er al decennia lang een analoge exodus gaande, waarbij met name jongeren in toenemende mate hun presence van offline naar online verhuizen. Dat wil zeggen dat ze een steeds groter gedeelte van schaarse middelen als tijd, aandacht, geld en energie investeren in een online zijn. Mijn overkoepelende verwachting is dat de opkomst van nieuwe AI deze trend zal versterken. Het is daarbij goed om te beseffen dat ontzettend veel van onze AI of van onze online activiteiten al jarenlang gestuurd worden door AI. Algoritmen bepalen op basis van wat ze van ons weten welke posts we op onze feed zien, welke TikTok-content we voorgeschoteld krijgen, welke zoekresultaten we zien, welke reclames we mee bestookt worden en welke niet. Alles om ons langer en gerichter online te houden. Bij het extrapoleren van de eerder door mij genoemde AI-ontwikkelingen heb ik niet de illusie te weten waar het exact heen gaat. Ik meen wel een aantal contouren te herkennen die ik graag met jullie deel. De eerste contour. Met de komst van nieuwe AI is mijn verwachting dat mensen hun online identiteit sterker kunnen manipuleren en beter harmoniseren met hun wensidentiteit. Tweede contour. De komst van AI maakt het voor wannabe-fotografen, schilders, filmmakers, muzici makkelijker om als zodanig door het leven te gaan. Iemand die levenslang geen penseel hanteert, kan digitale schilderijen maken en verkopen. Verbeeldingskracht wordt belangrijker ten koste van ambachtelijke skills. Derde contour. Een aantal aanbieders van AI-tools combineren al verschillende varianten van AI. Mijn verwachting is dat deze mashup van AI-tools door zal zetten met als mogelijke apotheose One Ring to Rule Them All. Eén plek waar alle type content gegenereerd en gecombineerd kan worden. Contour 4. Last, but zeker not least. De wijze waarop wij AI-content creëren en consumeren gaat een effect hebben op de bedrading van onze hersenen. The medium is the message, fluistert McLuhan wederom vanuit het hiernamaals. First, we shape our AI. Then, our AI shapes us, vult Churchill hem behulpzaam aan. Deze contouren en nog vele andere gaan een vergaand effect hebben op de digitalisering van onze samenleving. De balans zal verder doorslaan naar on. Of dat goed of slecht is, de tijd moet het leren. Ten slotte, alles wat ik hier gruwelijk heb lopen weten is natuurlijk first and foremost een persoonlijke mening. Geen harde wetenschap en is één. Daarnaast heb ik niet de illusie dat ik als Homo sapiens het concept van artificiële intelligentie volledig begrijp. Garantie tot de deur. Dank voor jullie aandacht. Nou, applaus. Kijk, nou, applaus toch? Nou, kijk, en nu weer opnieuw met die hersenen hebben dan gewoon een regenboog hersenen ingetypt en dan kwam dat... Ik had aan de AI gevraagd, imagine imagination. Ja. En dan krijg je... Ja, heel veel kleuren. Dan krijg je één iets, gewoon één plaatje. Of kun je vier varianten. En dan kun je kiezen van, nou, die wil ik nog een beetje variëren. Of die wil ik wat upgraden en uitwerken. En zodoende kom je uiteindelijk tot zo'n beeld. Dan, oké. Okay. Dus dat is wel echt keihard 3 minuten werken. Dus ja. Ja, en ik zag net natuurlijk die aftiteling elke keer. Maar dat zijn dus eigenlijk helemaal geen echte personen. Die er wel... Die erop staan. Ja. Nou, er wordt gerefereerd aan materiaal wat gebruikt is. Een foto die van Apple gebruikt is. Nou, de muziek is met AI gemaakt, dus dan refereer je aan de website waar het gemaakt is. Om ook recht te doen aan dat soort partijen. Maar het gros is gewoon 90% van wat ik hier getoond heb, is met AI gemaakt. Want ik zag inderdaad, ik zag namen ertussen staan van die tools die je net... Van die tools, ja. Hoe heette dat ook alweer? Je hebt Midjourney, Stable Diffusion. Ja, Midjourney zag ik er een paar keer op staan. Een hele bekende. Maar jullie bedanken dan eigenlijk... De als toolmakers. Je zo, ja, als je zo'n video maakt, ga je dan die mensen ook allemaal bedanken, zeg maar? Ik vind dat de AI ook echt zijn best heeft gedaan op sommige plaatjes. Dus daar ben ik ook wel op een bepaalde manier dankbaar voor. Dat is toch knap. Ja. Ja, ik vind het toch nog een apart idee inderdaad. Dat ze straks misschien awards of weet ik veel wat kunnen gaan uitreiken aan een computer of een programma. Of dat gaat gebeuren. Ik zou me daar totaal niet zorgen over maken. We gaan dat gewoon accepteren. Sterker nog, er is al heel veel kunstmatige intelligentie in ons leven. Alleen we benoemen dat niet zo. Ik parkeer mijn auto echt niet meer zelf in. Sterker nog, dat doet die auto gewoon voor me. Nou, dus... En die doet het beter dan ik. Dat vind ik heel erg. Maar zo is het. Ik kan niet anders zeggen. Tot op de millimeter precies.
komt nog genoeg aan, dus waar we nog naar uit kunnen Absoluut. Kijken. Absoluut. En volgens mij hartstikke bijzonder en leuk. En ook om te lachen en ook treurig. En ja, je hebt die vier contouren waar je dan langsheen gaat. Het is heel boeiend. Ja, heel veel vragen, maar die hadden ze 2000 jaar geleden ook toen. Die vragen over die techniek, die hadden ze toen radio er kwam. Die hadden ze toen televisie er kwam. Wat betekent dat voor onze maatschappij? On or off? Nou, mooie afsluiter, denk ik. Hartstikke bedankt voor dit gesprek. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze show. Maar daarmee is de Dutch Media Week wel officieel geopend. Ja. Elke dag tussen... Elke dag tussen 10 en 6 heb je meerdere talkshows waar je via onze livestream naar kan kijken. Maar je hebt natuurlijk een overzicht op DutchMediaWeek.nl. En dat is nu mijn tijd om even af te gaan. Dus ik wens jullie allemaal een fijne Dutch Media Week. Doei!